Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede morgen. Het is alweer dinsdag 13 augustus en we leven om 10 uur 41. Ik zit te wachten tot Rebecca weer komt. Ja, onze oude vertrouwde Rebecca. Ja, daar ben ik weer heel blij mee dat die er weer is. En we hebben ook weer natuurlijk heel wat bij te praten over de vakantie, et cetera. Enkeltjes helaas voor hun dan niet weg geweest. Ze zouden wel weg naar het buitenland, maar dat ging niet door om wat voor redenen dan ook. Maar in ieder geval, ik ga even koffie maken en een broodje maken voor mezelf. En ik wens jullie en welkom natuurlijk weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. Het is hier donker, triest, grijs, grauw, regent iedere keer. Maar dat kan de pret niet boeien. Dan zijn we zelf maar het zonnetje in huis. Ja toch? Ja, vind ik van wel. Eventjes zitten eten. Kandel zit hopelijk ook nou te eten. Ik stoor hem niet. Ik ga nou niet kijken. Ik kijk straks wel. Heeft hij het op? Heeft hij het op? Heeft hij niet op? Hebben we pech. Eeuwen eet wel. En daar ben ik alweer blij mee. Ja. En dus, nou, de vrouw die heeft eten. Dus die bekijkt het maar. En alleen nog ik nog. Ja, er komt een mooi autootje aan. Een cabriootje. Ja, grijze met een zwart dak die open kan. Dus dat is bij mij een cabriootje, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie eigen dag. Vul hem eens zoals jullie hem in willen vullen of moeten vullen. En geniet van alles met wat jullie doen gaan. Voor de zieken. Een beterschap gewenst. Ja, die moeten wel weer beter worden. Ziek zijn is maar niks. Nee. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks maar weer. Een goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is alweer 12:40, nog steeds op dinsdag 13 augustus. Rebecca is al geweest, die is alweer naar huis toe. Mijn huisje is weer schoon. Ja, schoner dan het met Fleur was, want Fleur die was, zoals jullie al weten, wat langzamer dan het eigenlijk moet zijn. Maar oké, het is weer schoon, het is weer netjes en ik ben er blij mee. Ja, oké, dat is mijn probleem, maar daar in die keuken staat, dat komt wel. Maar dan moet ik eerst ook weer zonder pijn in mijn duim wezen. Ja, want ik heb hem om. Ja, en niet die bruine. Nee, want dan blijf ik mee aan mijn kleren haken. Terwijl die hartstikke duur was. Deze was voor 30 euro. Bij de zorgwinkel. En deze, er zit een, hier een gespje. En dan gaat het klittenband doorheen. En dan plak je hem ook weer vast. Maar dat haak ik niet meer aan mijn kleren. Dus ja, er is bij nagedacht. En deze was goedkoper. Dus een duim omhoog. Ja. Deze hartstikke duur. En je blijft ermee aan je kleren haken. En met deze niet. En deze was een vele malen goedkoper. Ja, meer dan de helft. Zo. Zo'n 30 euro die. En deze was... zeg maar 5 euro. Ja, zeg niet waar. Nee. Daar beginnen we niet aan. Daar maken we reclame en ik word niet betaald. Nee. Maar oké. Ach ja, wat maakt het toch uit? Bij Wish. Ik word toch niet betaald? Nee. Gewoon bij Wish. Via internet. En er is maar één maat. Begrijp ik het dan niet voor die mannen? Dan mannen die hebben het ook. Kunnen het ook krijgen. Wat ik heb. Artrose gewoon. Maar... als dat ook maar één maat is, een mannenduim is vele malen dikker, dacht ik zo. Dus ja, ik weet het niet hoor. Hi man. Dus ja. Hi, deze zit ook lekkerder trouwens. Wat is de kerel? Kandalf komt naar binnen. Het is mooi weer, af en toe bewolking. Er is zolang Rebecca hier geweest is. Tot op heden heeft het niet meer geregend. Alleen voordat Rebecca hier kwam, heeft het geregend, daarna niet meer. Dus lekker toch, want ik praat maar weer een keer de deur open, heerlijk. Geniet ervan. Ja.
Dan zal ik zo meteen voor jullie aan het werk. En voor mezelf natuurlijk. Ik ga weer even een vlog in elkaar zetten, zodat die naar YouTube kan. Ik ga deze camera weer even leegmaken, want zondag staat erop, gisteren staat erop, kind er ook af. Dus ja, weer even druk. En ik wil nog even de stad in. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zeg het tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weg geweest. Ik was totaal vergeten. Ja, ik wist dat het dinsdag was, maar ik was vergeten dat de Juttersmarkt was. Maar ik ben dus naar buiten gegaan. Ik was net buiten de tuin met de booster. En rommel de bommel. Ik denk, oh jee, onweer. Ik denk, nou, dan maar geen rondje stad en dan gelijk naar de DK. Dus ik ben naar de DK toe gegaan, boodschappen gedaan, dat staat hier. En toen kwam ik buiten. Ik denk, nou, niks aan de hand. Ik doe alsnog een rondje. Nou, heb ik een lekker rondje gedaan. Heb ik weer een mooi nieuw armbandje gekocht. Die met een kreeft erin, afgebeeld. Nou, en ik ben kreeft qua sterrenbeeld. Dus ja, dat vind ik wel mooi. Want dat vorige armbandje wat ik gekocht had op de rommelmarkt, nou, dat kan ik net zo goed wel weggooien, want dat werd roestig en dat vind ik niet fijn, nee. Tenminste, het was al roestig, laat ik het zo zeggen. Nou, ik heb me nog een beetje verwend. Ja, dat staat hier op een bord. Nog in een zak. Dat is dit. Nou, dan weet je wel wat het is, hè? Ja, sausjes erbij. Ik zal er nog even vlees met erbij pakken. Voor het morsen. En dan wijntje erbij. Koffie ben ik nog mee bezig. Dus ja. En Ewen die ruikt het ook. Kandel die zei al miauw. Die ruikt het ook. Dus ja, dan gaan we lekker ervan smikkelen en smullen. En ja, dat komt allemaal goed. Oh ja, nog even vlees met, zei ik. Dus ja, die gaan we ook even pakken. Ik zeg voor jullie ook smakelijk eten voor straks. En tot vanavond. Doei doei!